En jouw gezicht komt me echt heel erg bekend voor. Was jij vorige week ook op het feestje van Tante Ria's? Ja, je bent toch niet van televisie, hè? Ja, dat zou maar zo kunnen, want ik liep dus laatst in de stad. Toen zag ik iemand die ik kende. Dus ik ging hallo roepen en zwaaien en zo. Bleek ik hem te kennen van televisie. Nou, ik schaamde me echt kapot, man. Ja, dat is een probleem als je zoveel mensen kent als ik, hè? Ik heb zo en zo'n hele grote familie. 12 ooms en tantes, 39 neven en nichten. Plus de aandacht had het echt keidruk mee. Want ik moet namelijk iedere verjaardag, hè? En iedereen kreeg me wel een bonsaiboompje voor zijn verjaardag. Want die kweek ik namelijk zelf. En dan ga ik op de markt bij mijn mannetje, ga ik een potje halen voor de bij. En mijn mannetje van de markt, die is Turks. De meeste allochtonen leven vooral s'nachts, maar mijn mannetje is echt heel normaal. Ik ben trouwens een graag geziene gast op die feestjes, want mij hoef je niet eens een uitnodiging te sturen. Ik kom toch wel? En een mazzel trouwens dat die taartjes bij mij niet aanzetten. En in mijn spijsvertering, die is zo snel, een uur later poep ik er met dezelfde snelheid weer uit. En dan kan je nog zien wat voor soort taartje het geweest is. De enige verjaardag die ik net wat minder vind is mijn eigen verjaardag. Namelijk midden in de zomerjaren, 17 augustus. Iedereen had op vakantie. Een paar jaar geleden was het echt heel erg. Het waren zelf ook al 100 verjaardagen geweest. Dus ik dacht, nou... Meid, jou heb ik lang niet gezien. Ook als ze groot geworden. Je weet toch nog wel dat ik ook twee dochters heb van jouw leeftijd. Nou, meid, die ene die heeft net haar musical opleiding genoten. En dan heb ze de hele tijd allemaal van die audities. Maar meid, die afwijzing, daar heb ze zo'n hekel tegen. Nou, mijn andere dochter, die pas echt veel talent. Die heeft geen toneelschool nodig. Nee, of iets. Nee, iedereen ligt altijd helemaal de kreukels om haar. Ja, ze heeft een beetje een rot ex verleden. En daarom heeft ze nou een baan op kantoor bij de crediteurenadministratie. Maar daar gaat echt een theater mee staan verloren. Ja, als je er zo ziet zitten, zou ik misschien niet zeggen, maar ze is op de piste zo grappig, hoor. Dat zat er al heel vroeg in bij die twee. Ja, 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 ja. Als wij een feestje hadden, stonden ze op het podium, hè. Zingen, dansen, gek doen, heus een microfoon in de handen, hè. Maar zingen, dansen. Iedereen zei er ook altijd wel van, hè. Talentvol, talentvol. Ik denk, wat erin zit, moet eruit. Dus ik heb een brief geschreven naar de Henny Huisman Show. Dat was toen de tijd zo populair, weet je wel, weet je niet. Mocht ze op de buis komen, meid. Ik als een sodemieter op een eikursus. Ja, je vraagt je af waarom op een eikursus. Nou, ik zou het je vertellen. In die tijd had de moeder van Britney Spears ook altijd zelf de outfitjes genaaid van Britney. Ik denk, dat kan ik ook, dat kan ik ook. Dus ik ben stad en land afgegaan, marktjes op, weet je wel, stofjes kopen in alle kleuren van de regenboog. Groen, geel, oranje, roze, noem maar op. Nou, kantoroesjes erdoor, elke avond naaien achter die naaimachine, joh, echt geweldig. En in die tijd hadden ze van die blonde leuke pijpenkrulletjes en dan kon je nog eens je vinger insteken, dan kwam... Weet jij wie ik onderlast nog tegenkwam? Barbara, Barbara van der Brink. Kan je die nog, hè? Die woonde bij ons achter met die groene grasmat en die oranje deur en die paarse gordijnen. Ja, was mode in die tijd, hè? Groen, bruin, paars, alles door elkaar heen, gek huis zien. Afijn, Barbara zag ik op de begrafenis van ome Dree. Hadden ze die maan een knalgele stropdas omgedaan, zag ze niet uit die stakken. Ja, ome Dree, heb jij nooit meegemaakt, hoor. Je hebt hem misschien één keer gezien op de verjaardag van opa. Toen zat hij nog eens eerst met zijn vetje op zijn kop. En we zo gelachen met z'n allen, gek huisie. Afijn, Barbara vertelt mij een verhaal. Maar die zegt, ik ben op mijn hoofd gevallen. Ik zeg, hoe kan je nou op je hoofd vallen? Nou zegt ze, kan je dat door de trap afkomt? Door je denkt, door je er bent, door je er nog niet bent. Zo is ze dus op de plaat gegaan. Die heeft een smakken gemaakt. Ik kon 3 maanden niet praten. Kan je voorstellen, door je 3 maanden... Man, niks te zeggen. Ik kan me niks meer voorstellen. Ja, onderlaatst is ze trouwens bij de tandarts geweest. Hadden ze aan beide kanten van elkaar mijn verstand kiezen getrokken en een gaten dat daar overbleven. Een gaten. En bloeien dat dat deed. Bloeien, die hield nooit meer op. Als ik dat zei, hè, hoorde je gewoon de echo. Echt zo'n nagalm kwam erachter. Oh, weet je wel, als ik van zei, oh, verschrikkelijk. En ik dacht, ik ga gewoon naar huis. Ik kan gewoon alles weer eten, ja. Drink, ontbijt en wilt haar. Oh, gekkuisie. Wat, Sophie? Oh. Ja, leuk. Hey, joh. Hey. Au. Au. Hey. Oh. Oh. Bu, bu, bu en in één keer. Hey. De bolletjes. Oh, joh.